Een instituut dat verscholen ligt in het groen, aan de rand van Groningen. Het ziet eruit als een geheimzinnig instituut. Een vesting bijna. Wat gebeurt daar toch? Gelukkig, één keer per jaar gaan de deuren open en nemen kinderen en hun ouders bezit van dit bolwerk van wetenschap dat internationaal toonaangevend onderzoek doet naar de kleinste deeltjes uit de natuur. Ook zondag 21 oktober kwamen er weer veel bezoekers naar Spannend Zernike. De open dag van de gebouwen van de beta-wetenschappen met rondleidingen, lezingen, demonstraties, proefjes en activiteiten.